Welkom op deze heerlijke positieve dag. En waarom is het positief? Nou, je ziet het. Het is heerlijk weer. En het is lekker rustig op de plek waar ik nu sta. Het is wel fijn, zodat ik rustig mijn gang kan gaan. En ik zie daar in de verte een vogel zitten. Ik doe even zo, want ik heb niet een hele grote afwijking in mijn ogen. Maar ik heb wel even een bril nodig om goed scherp te kunnen zien. Dus die ga ik sowieso op de foto zetten. En dan gaan we voor de rest ons laten verrassen wat de natuur de laatste uren van deze dag te bieden heeft. Om de vogelfoto te kunnen maken, zoals ik hem voor ogen heb, heb ik een grotere lens nodig. En die heb ik meegenomen. Het is de 70-300 lens. Daarmee kan ik een behoorlijk eind komen. En wat wel heel fijn is, is omdat ik straks wat closer op het water ga. Het water is namelijk heel rustig vandaag. Dus dan heb je weinig afleiding in de omgeving van de vogel. Wat misschien wel interessant is om te vertellen, is dat op deze lens de mogelijkheid is om de stabilisator aan te zetten. Die ga ik ook aanzetten, want ik fotografeer uit de hand. En nu heb je wel een hele snelle sluitertijd, maar ik probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat ik thuis kom met foto's die wat bewogen zijn. Doe dit eraf, alsjeblieft. In vogelfotografie ben ik zeker niet goed. Maar ik heb er wel heel veel lol in. En met name om te zien hoe het gedrag van dieren met de seconde kan veranderen. Over de volgende foto's ben ik wel tevreden. Voor mijn doen zijn de perfecte foto's. Natuurlijk ga ik de komende tijd heel veel oefenen. En hopelijk schiet ik dan ooit de perfecte plaat. Bij deze foto heb ik de foto flink uitgesneden. En dat had te maken met de compositie. Omdat ik snel de foto wilde maken, heb ik niet erop gelet waar ik de vogel plaatste. Hij lag precies in het midden. En ik heb daarom de foto wat ingezoomd. En de foto wat meer naar de linkerkant toe getrokken. Dat had er ook mee te maken dat de rechterkant qua hooglichten veel te fel was en daarom heb ik de foto iets aangepast, maar qua kleur is het vrijwel hetzelfde gebleven. Bijzonder is deze vogel niet. Sterker nog, je vindt het bijna overal en toch vond ik het leuk om te fotograferen. Mijn oog viel namelijk op die takjes die uitstaken in het water, natuurlijk de rimpeling in het water en ik vond de lichtverdeling over het watervlakte mooi. En opnieuw maakte ik een foto van een eend. Saai? Misschien wel. Aan de andere kant vond ik dit ook wel een hele creatieve en kunstzinnige foto. Met name omdat het nekkie lekker wegvalt in het water. Is het perfect qua compositie? Zeker niet. Maar uiteindelijk koos ik toch voor deze foto te bewaren. Omdat ik alle elementen bij elkaar vind passen. Ik film heel even een stukje commentaar met de Sony NX9. En daarvan heb ik geen microfoon. Dus het geluid is even wat anders. Maar dan kan ik intussen wel wat uitleggen over de foto's die ik ga maken. Ik zie daar verderop een stukje landschap. Het hoort nog bij een stukje eiland. En daar valt precies het licht middenin. En dat valt dan als een soort klein randje, wit randje, over mijn onderwerp heen. Dat is wel een heel mooi gezicht. Ik ga daar een foto van maken met een f5.6. Het voordeel daarvan is dat de achtergrond wat waziger wordt, omdat hij dan zich focust op het riet of op de bomen daar zo. Dat zou kunnen resulteren in een soort mistachtige omgeving op de achtergrond. En ik ga dus aan de slag, zoomlensje erop en kijken waar ik op ga focussen. De compositie is mooi, ik krijg hem net niet helemaal belicht zoals ik wil. Dus ik denk dat ik wat moet doen in de nabewerking, maar het zou dan heel minimaal zijn. Want natuurlijk het natuurlijke licht momenteel is natuurlijk fantastisch.
Nu zie ik daar ook wel een vlonder liggen aan de overkant. En misschien is het wel leuk om even verticaal te gaan fotograferen. Daarmee creëer je eigenlijk al een heel andere omgeving. En ik denk dat het ook wel op dat stukje eiland een stukje rust geeft. Dus laten we gewoon proberen. En als het niks wordt, dan is het een leermoment voor de volgende keer. Aan de andere kant is de fotografie natuurlijk ook gewoon uitproberen en er iets van maken. Het is nu ongeveer 6:30 in de middag. Bijna gaat de zon onder. Tenminste, de zon staat al vrij laag en meestal gaat het dan wel vrij hard. En dus ik brei er een eind aan voor vandaag. Ik heb er heel erg van genoten. Ik heb mezelf leren kennen in de fotografie. En ik hoop dat jullie veel geleerd hebben daarvan. En aanstaande woensdag wil ik proberen een nieuw nummer te uploaden. Of we maken weer, net als vandaag, een mooie wandeling. Abonneer zeker op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van al mijn video's en foto's. En dan wens ik jullie alvast een heel fijne nieuwe week. En dan zeg ik, zoals altijd, see you later.